In het Allenbos bij Giessen Rijswijk wordt flink gerepeteerd. Kijk, door dat gat gaan we naar binnen. Geen geluid. Pleeg de mooie misdaad die u heerser maakt van dit eiland. En mij, uw Caliban, uw voetenlikker voor altijd. Voor de stuiter spelen we dit jaar De Storm van William Shakespeare. En dat gaan we hier op mooie locatie in het Allenbos spelen. We hebben ook dit jaar, zoals eigenlijk elk jaar wij doen met De Stuiter, hebben we een professioneel regisseur ingehuurd. Deze man is sinds september dit jaar met deze spelersgroep bezig om deze voorstelling in elkaar te zetten. Mee aan het oefenen. En ja, goed, dat is uiteindelijk, moet daar een hele mooie voorstelling uitkomen. Wat voor stuk is dat nou? Een spannend stuk. Alle acteurs zijn bij de hele tijd op scène. Een Shakespeare, maar wij hebben er wel onze eigen draai aan gegeven. We hebben het naar een andere tijd verplaatst. En de spelers hebben daar ook invloed op gehad. Dus dat is wel een bijzondere voorstelling. Ik speel Trinkelo. Dat is de hofnar van de hertog van Milaan. Sorry. En Trinkelo, ja, dat is de hofnar. Ik speel Stefano. De sommelier van het schip dat gaat zinken. En ik mag lekker dronken spelen. We hebben deze locatie gekozen uit 3 verschillende locaties. Er is wel iets grappigs. Ik had eerst een andere locatie. Maar dat kunnen we helemaal niet zijn. Want dat was snel stromend water. Iedereen zou verzuipen. Maar ik vond het een prachtige locatie. Dus toen hebben ze mij geholpen met deze locatie. En dit is wel heel mooi. Want het is een soort, qua decor, een soort drakenkop. Dus het begint hoog en het loopt met zijn staart het water in. Ja, en daar spelen ze op en voor en achter. En dat wordt wel heel spectaculair. Je kan niks verwachten. Je moet het gewoon zien en that's it. En hoe doen ze het? Fantastisch. Het is heel grappig om met een groep te werken met zulke enthousiaste mensen. Maar niet alleen de spelers, maar ook die hele ploeg eromheen. Dat is echt verrassend wat er hier gebeurt. Waar hoopt u dan op aan het einde van de voorstelling? Dan hoop ik dat het publiek een fijne avond heeft gehad. En dat ze ergens plezier aan beleefd hebben. Applaus, dat sowieso, als mensen het leuk vonden. En ook als je zelf vond dat je dat goed vond gaan. Dat eigenlijk gewoon als mensen het leuk vinden. En als je het zelf heel erg naar je zin hebt gehad. Dus wat jou betreft moet iedereen komen kijken? Zeker wel, iedereen moet komen kijken. Sowieso, ja. Ja. 20, 21 en 22 juni. En de week daarna 26, 27 en 29 juni. En dat is ook even belangrijk om te vermelden. Normaal gesproken zouden we ook de tweede vrijdag spelen. Maar nu, in verband met de samenloop voor hoop die plaatsvindt op de 28ste is dat, hebben wij besloten om een benefietavond te organiseren. Dat doen we dan de woensdag ervoor op de 26ste. De kaarten zijn dan €15, waarbij €5 naar de samenloop gaat ten bate van het goede doel. En daar kunnen mensen ook nog steeds kaarten voor krijgen? Jazeker, ook daarvoor kan je gewoon op www.destuiter.nl je kaarten bestellen.